this. They've got their own mind. They make their own decisions. When it has to do with their show, they want to be in control. Area 51, the number one pop show. Nou, gelukkig doen we vandaag een keertje anders. Het is vandaag nog niet gebeurd. Jongen, jongen, jongen. Alles door elkaar gegooid hier. Hey, we hebben vanavond Cookhouse natuurlijk hier live in uitzending. We hebben ze al horen spelen. En zien spelen eigenlijk ook al op de televisie. Dus een heel apart medium is dat voor mij in één keer weer. Ik ben nooit zo'n camera's niet. Ja, wat zou ik dan voor vragen aan jullie stellen? Jullie hebben natuurlijk meegedaan aan die doen nog mee aan die popronde. Ja, klopt. Waar zijn jullie zo al geweest al? Er worden best wel veel geboekt. Want het is altijd maar de vraag van tevoren waar je komt te staan en hoe vaak je wordt geboekt. Maar we hebben echt iets van 25 gestaan of zo. We zijn nu over de helft. Ja, we hebben Assen gehad, Venlo, Zodom, Amersfoort. Ik kan wel alles op gaan noemen, maar het zijn een heleboel. Venlo, ja. Beter is heel erg ver weg. Hoeveel nummers mag ik niet spelen? Twee? Of gewoon een... Nee, is wel gewoon een show. Ja. En blijf je dan slapen? Want het is natuurlijk ook... Ja, dat zouden we het liefst wel willen, maar dat lukt meestal niet. Want de volgende dag moeten we meestal weer... Weer naar het volgende dingetje doen. Ja, precies. Ja. Dat is echt wel... Hebben die Haagse Popweek zat daar natuurlijk ook een klein beetje in verweven eigenlijk in die popronde? Het kwam tegelijk inderdaad. Ja. En op een maandagavond hebben wij een paardcafé mogen optreden. Oké dan. Hoe was dat? Ja, was het tof? Ja, ik vind het gezellig. Leuke tent of niet? Ja. Ze hebben het podium vernieuwd en ze hadden ook een nieuw geluidsinstallatie en zo. Dus dat mochten we even uitproberen. Was dat voor of na jullie, dat podium vernieuwd werd? Ze mochten het uitproberen. Was geslaagde maandagavond. Voor maandagavond was dat echt wel... Ja, zeker als je een volle zaal trekt natuurlijk. Ja, dan is het inderdaad wel... Blauwe maandag was het. Blauwe maandag. Hey, beste optreden ooit voor jullie? Ja, we hopen hier. Ja. Hier toch? Ja. We doen hier onze uiterste best. Ja, het beste neer te zetten. Dit wordt gefilmd ook, dus het is best wel leuk voor jullie natuurlijk. Zelfs op tv. Ik kan daar nog steeds niet aan wennen hoor. Ik ben echt zo iemand, weet je wel, dan zit ik te kijken, dan zie ik mezelf in de kamer. Denk ik, je moet er gewoon niet op letten. Dat doen wij ook niet. Nee, maar mijn oog valt op zo'n ding, weet je. Ja. Je zit te kijken en je denkt, luister, dat ben ik niet gewend. Weet je, normaal in een lege studio zit je een beetje tegen de muur aan te kijken en that's it. Ja. Wat betekent muziek eigenlijk voor jullie? Goeie vraag. Ik denk dat het voor iedereen wel individueel is. Maar voor mij is denk ik het belangrijkste dat het een bepaalde emotie of wat dan ook naar boven kan brengen. Ja. Dus als je zin hebt om te relaxen, dan kan het voor mij in ieder geval versterken om nog harder te relaxen. Relaxen. Of als je wil dansen, dat je nog veel harder kan dansen. Of dat je... Nou, vind ik, bij jou kan ik me niet voorstellen dat jij gaat relaxen, want je bent de drummer van de band. Ja, maar ik ben best wel lui eigenlijk. Ja? Je hebt toch echt, zeg maar, met de meest actieve ding wat je moet doen, is de drummer eigenlijk. Ja, ik ben blij dat je het zegt, waar iedereen bij zit. Maar niemand gelooft het zeker. Werken, niemand gelooft het zeker ook, nee. Niemand gelooft het. Dat dacht ik al. Dat is altijd zo. Hey, cd, kunnen mensen al een cd van jullie kopen ergens? We hebben een tijdje per single hebben we ook fysieke cd's gehad. En we hebben nu speciaal voor de popronde die we doen, hebben een speciale EP laten maken. Ja. En daar staan de drie nummers op die we tot nu toe hebben gereleased. Okay. En dat is, zeg maar, ja, we hebben er een soort limited edition van gemaakt. Zodat, die gaan we ook, zeg maar, nooit meer extra uitdagen. Laten bijmaken. Ja. En, die proberen we te verkopen bij optredens. Ja. We hopen natuurlijk dat alle mensen naar onze popronde optredens komen kijken. Ja. En daar natuurlijk om die EP gaan vragen. Maar ik vind het wel origineel, want vroeger had je natuurlijk die popronde CD, die werd dan, zeg maar, werd het verspreid eigenlijk, ja. Zo'n ding. Met allerlei bands erop. Ja. Dus je hebt niet in zeggen. Nou, volgens mij doen ze dat nog steeds. Ja? Ja. Nou, ik heb nog geïnteresseerd in een popronde CD uit 18 Nova. Ik heb toch een zootje om weg te geven, weet je wel. Dus dan kan je het luisteren nog een beetje te zien. Natuurlijk. Maar die gingen niet zo hard in ieder geval. Oké. Maar wat voor soort muziek omschrijven jullie jezelf eens? Ja, misschien is het wel leuk om deze mannen even aan te horen. Nou, jongens, leg eens even haar fijn uit hoe dit precies in elkaar staat. Ik zou het omschrijven als folkpop met een beetje rock af en toe. Het is moeilijk. Ik vind het altijd moeilijk om eigen muziek te omschrijven. Ik kan het niet in een hokje stoppen. Ja, je krijgt ook snel het gevoel natuurlijk dat je, zeg maar, aan het opscheppen bent over je eigen. Dus ja. Tenminste, weet je wel dat je. Ja, wij doen dit. Ik wil jullie niet bang maken, maar hebben jullie nog andere hobby's buiten de muziek ook?
Nou, Max, wat, heb jij nog hobby's eigenlijk? Meestal is dat de. Ik ken één zanger die was vroeger zat hij bij After Forever. En die spaarde, tenminste de drummer was dat, die spaarde, hoe heet het, He-Man poppetjes. Oké. Dat soort hobby's. Ja, zoals Bob Marley zeg maar voetbal had als hobby. Ja, ja. Nou, die had ook meer de joint ook. Hè. Die spaarde die ook. Combinatie. Ja, combinatie. Als toetsenist denk dat hij heel goed kan tennissen. Ja. Ah. Hey, Roger Federer. Roger Federer. Nou, moet ik zeggen, als je heel goed erin wordt natuurlijk, dan, ja, dan zit er wel een leuk centje in te verdienen. Ja, waar zou je dan voor kiezen, Vincent? Tennis. Tennis. Gelijk. Tennisleraar, toch? Ja. Ja. Tennisdocent. Zitten er al festivals bij jullie in de pen? Ja. De eerste die in mij opkomt, want we zitten vooral met de popronderboeking op dit moment, ja. Is het Fontijn Festival. Ik weet eerlijk gezegd niet uit mijn hoofd wanneer. 7 december. Ja. En dat is in Amersfoort. Vanwege al die popronderboekingen hebben we eigenlijk, ja, dat geven we nu prioriteit. Dus dat is de eerste, zeg maar, normale boeking sinds. Dus een festivalboeking. Ja, okay. Ja, en 11 november hebben we ook nog Mudboot Sessions. Dat is ook wel een soort festivalachtig Mudboot vibe. Oh, is dat buiten dan? Of niet? Met laars aantrekkers. Ja, ja, ja. Stampen in de modder is dat. Ja. Nou, je hebt ook nog vragen, toch? Ja, ik had ook nog een vraag. Hoe hebben jullie de naam van de band verzonnen eigenlijk? Hoe kwamen jullie erop? Dat ben ik ook benieuwd. Jeroen, dit is jouw ding. Wat een goede vraag. En ik ga hem proberen zo goed mogelijk te beantwoorden voor je. Cookhouse is een Engelse vertaling voor keuken. En nou, voor ons is de keuken in het huis eigenlijk de meest inspiratievolle plek. Daar proberen we wat eten te maken. En proberen. Maar ik denk wel dat daar voor ons de meest creatieve sfeer hangt. En daar proberen we ook wel eens wat muziek te maken. En ideeën te bedenken of te bespreken wat we willen. Oftewel een creatieve plek voor ons. En dat gevoel wat we daar hebben, dat gebruiken wij ook het liefst bij de muziek. Dus vandaar de naam Cookhouse. Leuk. Beantwoord ik je vraag zo een beetje goed? Ja. Top. Hey, en dankjewel voor de tekening. We hebben het ja, dat kan je natuurlijk niet zien op de radio, maar voor de mensen die dat meekijken op beeld. Deze hebben we net gekregen van Anouk. En ik vind hem prachtig, die gaan we zeker mooi ophangen. Dus dankjewel voor deze tekening. Graag gedaan. Daar zijn we heel blij mee. Hey, grote prijs, is dat wat voor jullie? Ja, die inschrijvingen zijn volgens mij gesloten. Ja, met die, ja dus maar volgend jaar dan. Ja, ja, wie weet. Tuurlijk. Ik vind waarom het wel niet? Ja. Zeker als je zeg maar Nederlands de grote prijs weer dan wordt. Dat zou misschien wel misschien een klein opstapje. Ja, zeker. Nou, dat sluiten we zeker niet uit. En je hebt natuurlijk ook nog zo'n mooi Gronings ding, weet je wel, waar je al die bandjes op kan treden. Eurosonic. Ja, dat zou misschien ook. Daar komen we gaan ons wel ons best doen om daar ook Mooi op straat gaan zitten met je spullen. Dit, precies. Het ziet er wel naar uit dat we daar mogen optreden. Ja, okay, het is nog niet duidelijk welke dag. Want ik begrijp dat het een heel weekend is. Ja. Maar met een beetje geluk staan we daar. Tenminste, het is eigenlijk wel zeker dat we er staan. Ja. Maar meer dan dat weet ik ook nog niet. Dat weet je ook nog niet. Nee. Jammer, joh. Maar ik hou je op de hoogte. Ja, nee, dat wil ik het graag weten. Want dus voor mij is het ook een nieuwtje dan van wat jullie gaan doen. Weet je wat we doen? We gaan zo lekker spelen. Gaan we lekker weer live op de tv. Ik ga even nog een lekker nummertje kijken en jullie op je gemak er naartoe. En dat wordt Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. Hier in Area 51, met Fleet FM. Zijn bij u tot pak een beet. Eventjes 10 uur. Misschien ga ik wat de Gerards uitzending en ook. Nee, ik kan het niet maken. Het is een goede collega van.